Wij zijn eigenlijk heel tevreden over de uitslagen van vandaag. Het VWO heeft 79% van de leerlingen die geslaagd is. En op de haven is dat al 70%. En dat is nog maar tijdvak 1. En over een paar dagen begint tijdvak 2 al. En dan zijn er nog veel meer leerlingen die erbij kunnen komen. En dat weten we dan weer op 1 juli. Maar de eerste resultaten zijn echt heel erg goed en we zijn er ook echt heel blij mee. Echt een goede resultaat vergeleken aan de andere keren, als ik me niet vergis. Ja, het is een beetje moeilijk om het te vergelijken met bijvoorbeeld vorig jaar. Want vorig jaar werden de examens gespreid over 3 tijdvakken. En leerlingen maakten dan in het eerste tijdvak niet alles. Dus ja, vergelijken met vorig jaar is moeilijk. En met de jaren daarvoor, dat is eigenlijk voor mijn tijd. Die cijfers ken ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar wat ik gehoord heb, is dat we eigenlijk boven gemiddeld hebben gepresteerd. Dus dat maakt me heel tevreden. 3, 2, 1. Ja, ik ben super blij. Ik wilde altijd al best geslaagd te worden sinds ik mijn neef zag en hij had het ook gedaan. Dus ja, het is een dream come true. Ik ben super blij. En mijn cijferlijst is super mooi. Wat ga je nu studeren? Wel, nu ga ik Liberal Arts and Sciences doen. En ik ga de medical major in. Dus het is een Engelse opleiding. En ik ga in de medische richting. En waarom die kant? Waarom dat? Honestly, ik wil altijd al mensen helpen natuurlijk. En ik ben best goed met mensen. Dus mensen zijn echt mijn passie, zou ik zeggen. En ook, ik hou heel veel van biologie. Dus ja, het komt goed samen. En enkele tips voor de examenkandidaten voor het volgende jaar? Ja, ik zou zeggen... Mediteer heel veel, want het is heel veel stress en heel veel verwachtingen, maar het komt helemaal goed. En drink veel thee. Super trots, super blij dat het gelukt is. Ze heeft hard gewerkt, hard gestudeerd, haar best gedaan, een paar offers gebracht, maar het is heel goed gelukt. We zijn super blij. Het is beyond words. Niet alleen zijn we trots, niet zozeer omdat zij best geslaagde is, maar omdat Charissa, alles wat ze doet, doet ze met liefde, met passie. En ze gaat voor wat ze wil. Ze is heel erg doelgericht. En daarom bewonder ik haar. En dat vind ik gewoon geweldig. Super, super trots op deze prachtige, prachtige ziel. En nu is het gewoon bij de processen die je examenperiode aan. Maar verwacht dat je best geslaagd wordt? Ik expect dat ik kom hier hoppie. Maar ik heb een hoppie. Kom je bij een studie hoppie of een pas? Ik studie mijn rita hoppie. Maar er is 8 uur per dia. Kom bij een score profiel aan ik decide die bij een graad opnemen. Mi escoge ese profil para sobre mi casa ciencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy para VVO? ¿Voy para quedar con AIA, Universidad de Ruba? ¿Tiene varias opciones? ¿Pero qué piensas de hacer hoy? Voy para fuera, para ciencia. Un tip, quizás, para estudiantes de otro año escolar que tienen que hacer examen. Sí, yo soy duro. Y no drumí. Het was natuurlijk heel moeilijk voor leerlingen om in coronatijd thuis te zitten. Dus ze hebben echt wel geleerd wat het is om ook naar school te komen. Dus leerlingen waren ook gemotiveerd om weer terug te komen en om te leren. En daarnaast hebben we natuurlijk ook van onze kant ons best gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Waardoor we onze leerlingen optimaal konden voorbereiden op de schoolexamens en eindexamens. Ja, en met z'n allen, het hele team en de leerlingen hebben onze schouders eronder gezet omdat dit prachtige resultaten komen. Hier is de diploma-uitreiking. Dat is een hele leuke vraag. Op 6 juli is de diploma-uitreiking voor het VWO en 7 juli is het voor de HAVO.